Frans Maassen, nog een paar stuiptrekkingen en dan zit het wielerseizoen 2022 erop. Wat voor jaar is dat voor Jumbo-Visma geweest? Ongekend. Dus ja, ik loop al heel lang mee, maar by far mijn beste seizoen wat ik ooit mee heb gemaakt met alles. Er is natuurlijk die toerzegen, maar als ik heel eerlijk ben, 2020 was ook niet zo slecht. 2020 was ook niet zo slecht, maar de Tour winnen, dat staat boven alles. Voor een wielrenner is dat het hoogste wat je kan bereiken, hoger als Olympisch kampioen, denk ik. En nou ja, wat ik zeg, dat was de droom om de Tour te winnen. En we hebben de gele en de groene trui gewonnen, dus dat was super mooi om mee te maken. Als je ziet aan het begin van het jaar en nu, waar staan jullie en wat voor ontwikkeling hebben jullie dit seizoen gemaakt? Ja, giga. De laatste jaren sowieso, wat je zegt, 2020 was ook super gaaf. Maar dit jaar, als je ziet, ja, het klassieke seizoen was echt super mooi. Jammer dat Wout op een cruciaal moment nog wegviel, maar het was wel een heel sterk voorjaar van ons. En ja, met super mooie prestaties, met ook vaak een 1-2-3 erbij, wat eigenlijk nog nooit gebeurd is. Winnen Parijs-Nice, winnen Dauphiné. Ja, zoveel mooie koersen. We hebben 48 koersen gewonnen, dat is ongekend veel. We zijn de beste ploeg van de wereld in de ranking. Dus ja, wat we, meer hoef ik er niet over te zeggen, denk ik. Nu is het verhaal van alle kopmannen bij jullie bekend, maar welke renner die misschien niet bij het grote publiek 1-2-3 in de picture staat, heeft jou het meest verbaasd dit seizoen? Ja, heel veel mensen hebben me verbaasd. Ook Jonas heeft me verbaasd dat hij gewoon de Tour wint. En ja, ik denk Olaf Kooi natuurlijk exceptioneel goed met 12 overwinningen, 20 jaar. Ja, en Koen Bouwman die de bergtrui wint in de Giro is ook fenomenaal goed. Christophe Laporte was voor mij ook een hele grote verrassing. Een ongekend sterk seizoen gemaakt. Dus ja, er zijn heel veel positieve mannen op te noemen. Ik kan niet zeggen, die spreekt er nou echt bovenuit. Maar ja, misschien eentje, dan zou ik zeggen Olaf Kooi met 12 overwinningen. Vind ik wel, als je 20 jaar bent, vind ik wel heel erg goed. Over Olaf, die rammelt flink aan de deur. Misschien staat hij al met 2 voeten ruim binnen. Olaf Kooi. Wat moet volgend seizoen voor zo'n jongen brengen? Is het al plan om een grote ronde met hem te doen? Hoe ziet dat? Ja, het is nou te vroeg om dat te zeggen voor mij. Maar het lijkt me wel logisch dat hij grote ronde gaat rijden. Dat wel. Daar is hij zeker wel aan toe. Maar ja, is nu net 10 minuten na Lombardije nog niet echt door mijn hoofd aan het gaan van hoe en wat. Maar in detail. Maar daar gaan we eind november aan werken. En dan begin december spreken we dat met al die renners door. En dan wordt alles weer een beetje meer duidelijk. Tot slot, geven ze een cijfer aan dit jaar? 9. 9,5 denk ik wel. 9,5. Omdat er altijd iets te verbeteren valt? Ja, zeker. Er zijn ook, het kan altijd beter, maar 9,5 heb ik nooit op mijn rapport gehad. Dus daar ben ik heel tevreden mee. Dankjewel, Frans.